Na 2 jaar werken gaat de Maastunnel op maandag 19 augustus weer open in beide richtingen. Voordat het zover is, worden de laatste systemen aangesloten en getest. Hierdoor is de Maastunnel dicht in beide richtingen tot maandag 19 augustus 6:00 AM. Het verkeer aan de oostkant van Rotterdam rijdt om via de Van Brienenoordbrug of de Willemsbrug. Aan de westkant neem je de Benelux-tunnel of de Erasmusbrug. Alle informatie over de sluiting en de opening van de Maastunnel vind je op rotterdamonderweg.nl/maastunnel.